Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je waarschijnlijk aan de titel al hebt kunnen zien, heb ik weer een Action shoplog voor jullie. Ik ben naar de Action geweest en ik had al dingetjes nodig en ik dacht het is wel weer leuk om daar een shoplog van op te nemen. Niet zo lang geleden had ik ook een Action shoplog, maar ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind deze shoplogs ook gewoon altijd heel erg leuk om op te nemen. En ik vind ze ook altijd super leuk om te kijken van andere YouTubers. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon weer een shoplog voor jullie opnemen. Nou moet ik er eventjes bij zeggen dat de video misschien een beetje anders in elkaar zit dan wat je gewend bent. Dit beginstukje, dit moest ik opnieuw opnemen. Ik zie er in de rest van de video daarom ook anders uit. Maar ik was het beginstukje van de video dus kwijt. Ik weet niet precies hoe ik het ben kwijtgeraakt. Maar ik kan het in ieder geval nergens meer vinden. En ik moest dus de intro even opnieuw opnemen. Misschien was het makkelijkst geweest als ik gewoon de hele shoplog opnieuw had opgenomen. Dat ging helaas niet, want ik heb gewoon ook al spullen gebruikt die ik heb gekocht. Of die zijn inmiddels ook al op. Dus ik kon de video niet opnieuw opnemen. De intro die moest in ieder geval eventjes opnieuw opgenomen worden. Dus vandaar dat ik er even bij vermeld. Ik zie er dat de video toch iets anders in elkaar zit, omdat ik er nu anders uitzie als in de rest van de video. Maar dat heeft verder niet echt heel veel invloed op de producten die ik heb gekocht of zo. Maar ik dacht, ik zal het er wel even bij vermelden van, ja, het kan een beetje daarover komen dat ik er nu zo uitzie en in de rest van de video dus anders. Dus dat was even de korte mededeling die ik daarover wilde doen. Ben je zelf nou ook heel erg dol op Action shoplogs, zou ik zeggen, doe zeker alvast je duimpje omhoog. En kijk zeker eventjes gezellig mee naar de spulletjes die ik shopte bij de Action. Ik zal de prijzen van de producten eventjes hiernaast in het beeld zetten, zodat ik niet hoef te gaan zoeken op het bonnetje. En dan ga ik gewoon beginnen. Allereerst haalde ik houtvezel. Ik noem het zelf altijd zaagsel, maar het is dus officieel houtvezel voor het konijnenhok. Mijn konijn die had wel weer een schoon hok nodig en tegenwoordig haal ik dit bij de Action omdat het best wel veel geld scheelt. Ik vond het wel jammer, hiervoor hadden ze echt wel wat grotere pakken en op dit moment hebben ze vooral weer deze pakken. En met die andere deed ik wel twee keer, misschien dat ik hier ook twee keer mee kan doen, maar dan moet ik even kijken. Maar ja, met die andere deed ik wel ietsjes langer. Dus houtvezel. Dan haalde ik even nieuwe wattenstaafjes. Een tijdje geleden heb ik wattenstaafjes gekocht bij de Action. En dat doosje die kan ik dus nergens meer vinden. Ik denk dat die ergens in mijn voorraadkast is gevallen en ik kan er dus niet bij. Dus ik kwam tot de conclusie, ik kan nu niet bij mijn wattenstaafjes en ik kon ze niet vinden. Dus ik heb even een nieuw doosje gehaald. Ik was ook op zoek naar wattenbolletjes. Die hadden ze helaas niet bij de Action. Dat vond ik wel jammer. Maar goed, ik heb in ieder geval weer wattenstaafjes. Dus ik kan in ieder geval het voorraadje op mijn kaptafel weer bijvullen. Dan kwam ik deze glascream protector tegen. En daar was ik echt heel verbaasd over. Ik weet natuurlijk dat Action die glascream protectors gewoon heeft. En ik vind die zelf ook altijd heel erg fijn van de Action. Ik vind dit een van de fijnste die er zijn. Maar het was heel toevallig. Ik dacht, ik kijk er gewoon even tussen. Maar toen dacht ik me, oh ja, ik heb een iPhone 7 Plus. En volgens mij hebben ze die niet. Dus ik wou eigenlijk de zoektocht al bijna opgeven. En toen ineens kwam ik hem tegen. Dus een glascreen protector voor mijn iPhone 7 Plus. Daar ben ik heel blij mee. Die van mij zat er echt heel slecht op. Ik kan het nu niet laten zien. Want ik film er eventjes mee. Maar ik ben heel erg blij met deze nieuwe glascreen protector. Dan haalde ik nieuwe scheerschuim. Een tijdje geleden heb ik een bus gekocht bij de HEMA. Ik heb hierover mijn frustratie op Twitter geuit, want ik heb hem echt een paar keer gebruikt. Het is echt nog een zo'n volle bus, maar de druk is van de knop af. Ik denk dat dit trouwens een beter spuitsysteem is als ik dit zo zie. Er zit aloe vera in en ik heb deze eigenlijk nog nooit gehad bij de Action. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze ook bevalt.
Het is wel gel en daar hou ik van. Dus ik dacht, ik probeer hem nu wel een keer bij de Action. Want bij de Hema ga ik ze dus niet meer kopen. Dan haalde ik ook even batterijen. Allereerst haalde ik de AAA batterijen. Elke keer dan kom ik tot de conclusie dat ik batterijen nodig heb en ze gewoon echt niet in huis heb. Dus ik dacht, nou, eerst maar eens eventjes nieuwe batterijen halen. En dit zijn 10 batterijen. En dan haalde ik ook een setje met de AA batterijen. En dit zijn er ook 10. En ik heb deze nog nooit gehad van de Action. Maar ik ben wel benieuwd of deze een beetje een lange duur hebben. Ze waren eigenlijk heel goedkoop. Zat er verder nog iets bijzonders over op? Nee, niet echt. Dat de batterij 10 jaar houdbaar zou zijn. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval batterijen. Want ja, die heb je soms gewoon nodig. Dan haalde ik T-Pex. Het is nog wel eens zo dat ik in mijn agenda aan het schrijven ben. En ik doe het fout. En dan wil ik hem even weghalen, zeg maar. Ik had zo'n correctie. Wat was dat? Zo'n roller, zeg maar. Dat je hem gewoon moest rollen. Nou, die had ik dus ook van de Action. Die vond ik echt 10 keer niks. Want dat hele ding kwam eruit. Die hele sliert. Dus daar kon ik weinig mee. Dus ik dacht, nou, laat ik maar gewoon eventjes gewone potjes T-Pex meenemen. Volgens mij werkt dat nog het allerbeste. Dus, in ieder geval weer eventjes nieuwe correctievloeistof. Dan haalde ik deze lampjes. En dit zijn 40 LED-lampjes. Ik had er eigenlijk een hekel aan dat ik het kerstpad door moest. Ik heb zelf niet zoveel met kerst. En ik vind het ook helemaal niet leuk dat de winkel al helemaal vol hangt met kerstspullen. Ik sla dat pad eigenlijk altijd over. Want ik vind het echt onwijs onzin. Het is november. Sinterklaas moet nog komen. En de kerstspullen liggen in de winkel. Maar oké. Toch moest ik lampjes hebben. En ze hadden deze in 20 en 40 stuks. En ik dacht, laat ik maar voor 40 stuks gaan. Ik wil hier een DIY mee gaan doen. En ik dacht 40, daar heb ik er toch ietsjes meer. Volgens mij zijn het best wel kleine lampjes. Ik eens even kijken. Als ik dat een beetje op een normale manier kan openmaken. Zit heel goed vast. Het is gelukt. En het zijn echt hele minietjes. Het zijn echt hele kleine lampjes. Dus ik hoop dat ik aan één strook genoeg heb. Er gaan overigens 2 AA batterijen in. Dus blij dat ik die ook heb meegenomen. Maar als ik dus niet genoeg heb, dan zal ik nog een setje bij moeten halen. Maar ik dacht in eerste instantie aan 40 zal ik er wel genoeg hebben. Dus ja, deze lampjes. Dan haalde ik weer eventjes deze vitamine bruistabletten. Ik heb deze eigenlijk al 2 of 3 keer opnieuw gekocht. En ze bevallen me prima. En je zit gewoon vitamine D, calcium, magnesium, dat soort dingen in. Dus ik dacht ik neem weer eventjes zo'n ding mee, want die van mij die schoten alweer op. Volgens mij heb je ook maar. Je hebt ook maar 20 tabletten, dus ook maar voor 20 dagen. Dus weer eventjes een backup. Dan haalde ik eventjes deze sleutelhanger. Deze heb ik al, maar die van mij die was opengebarsten hier. En ik had hem wel geprobeerd om weer dicht te maken, maar ik merk toch dat het de vorm best wel heeft aangetast. Dus ik dacht, nou dan moet ik maar eventjes een nieuwe halen. En ik ga altijd voor zwart en deze bevalt prima. Dan haalde ik poriestrips. En dit zijn strips, die hebben ook houtskool. En ik was hier eigenlijk best wel benieuwd naar. Ik heb altijd de normale en ik heb niet het gevoel dat die echt heel veel doen. Dus ik dacht, ik wil die met houtskool wel eens proberen. Je hebt 6 van deze strips erin zitten. Voor kin en voorhoofd.
waarom niet voor je neus? Nou ja, misschien past die ook prima op je neus, maar ja, ik zag deze staan. Ik zal even kijken hoe dat eruit ziet als ik dat open krijg. Oh, dat zit natuurlijk weer heel goed vast. Ik ga hem even openmaken. Je hebt gewoon 6 van dit soort zakjes en daar zit dus de strip in. Zal geschikt zijn voor iedere huidtype. Gebruiksaanwijzing zit overigens binnenin, dus daar staat helemaal omschreven hoe het werkt. Maar ik ben benieuwd of deze misschien meer doen dan de gewone. Dan haalde ik ook nog een aantal spulletjes die ik wilde gaan testen in een video. Dus die heb ik ook gehaald. Maar waar ik zelf wel heel erg nieuwsgierig naar was, dat is de wimperkrullen van de Action. Deze ziet er best wel ja, tof uit. Heeft een wat bredere uiterlijk als degene die ik meestal heb. Ik moet ze even openmaken. Ik had nog nooit zo'n kruller gehad van de Action. En ik zag eigenlijk in een aantal shoplogs dat ja, mensen deze meenamen. En volgens mij waren die er best wel tevreden over. Die hadden hem zelf al meerdere keren gekocht. Dus ik was wel benieuwd. Ik ging voor een roze dit keer. Oh ja, het is best wel een brede. Ja, je kunt hem inderdaad best wel ver in knijpen. Ik weet niet of je het zo kan zien, maar ik vind hem er wel tof uitzien. Ik dacht, ik probeer deze gewoon eens. Ja, misschien bevalt deze ook wel heel erg goed. En ja, hij was uiteraard low budget, zoals we van Action gewend zijn. Dus hey, waarom niet? Dus die. En ja, dan de spulletjes die ik wil gaan testen in de video. Oh ja, mocht je benieuwd zijn naar deze wimperkrudler, laat het dan zeker even weten bij de comment. Want dan kan ik die eventueel ook gaan testen in de video. Ik kwam deze hair foam rollers tegen. En het leek me wel heel erg leuk om te gaan testen in de video. Dit zijn gewoon van die papillotten. Hoe spreek je dit uit? Geen idee. Verzachte krullen zonder hitte. Nou ja, je moet je haar verdelen in verschillende plukken. En dan rol je deze in je. Nee, rol je zo'n ding dus in je haar. En je zet hem vast. En dan na 60 minuten heb je een optimaal resultaat. En je moet ze gebruiken op lichtvochtig haar. Nou, het leek me gewoon wel eens leuk om dit te testen. Ik heb zelf heel dik haar, dus of het gaat werken, weet ik niet. Ik vraag me ook eigenlijk af hoe je dit vast gaat krijgen. Ga ik even kijken. Nou, als ik bezig ben, ben ik ook wel nieuwsgierig hoe dat in zijn werking gaat. Als ze eruit doen, tenminste. Oké. Okay. Ik denk dat je dit ding dan uit moet drukken en dat je ze dan zo in je haar kan rollen. Ik heb geen idee. Dit ga ik gewoon testen in een video en dan weet ik gelijk. Weten jullie ook gelijk wat ik ervan vind. Maar het leek me wel eens leuk om zoiets te proberen. Dus deze. Dan was ik ook wel heel erg benieuwd naar de hair removal pads. Oftewel ontharing pads. Dit is zo'n ja, je hebt zo'n dingetje, zeg maar. En daar zitten dus 3 van deze pads bij. En dan kun je dus je benen gemakkelijk ontharen. Wat staat er verder nog over op? Verwijder pijnloos uw lichaamshaar met deze ontharingspads. Dankzij de fijne microkristallen verwijdert u moeiteloos ongewenste haren en dode huidcellen. Eenvoudig in gebruik en maakt de huid zijdezacht. Nou, dat ga ik wel eens proberen. Ik ben lichtelijk bang dat het misschien ook wel heel erg zeer gaat doen. Maar dat ga ik dus gewoon voor jullie testen. En even kijken. Oh ja, dan kwam ik ook deze facial hair removal pads tegen. En dat zijn dus deze dingen. Hier zitten ook van die pads bij. En hiermee kun je dus ongewenste haartjes verwijderen op je gezicht. Nou, ik heb eigenlijk, ik ben heel gelukkig gezegend dat ik niet echt last heb van gezichtsbeharing. Behalve dat ik wel eens op mijn neus, zeg maar,
ja, voor mijn wenkbrauw uit wat krijg. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik dat eens proberen met deze patch. Ik zie twee. Oh, dit zijn de patches. Die roze zijn de patches. En dit is het dingetje. Nou ja, goed. Dat ga ik proberen in de video binnenkort. En het allerlaatste wat ik tegenkwam is deze verwarmende oogmaskers. En ja, deze kun je dus op je ogen doen. Geeft een verwarmend en rustgevend effect aan de ogen. Voor gebruik de oren. Ik weet niet of je deze meerdere keren kunt gebruiken eigenlijk. Ik wil eigenlijk even zien hoe ze eruit zien. Dat ga ik ook gewoon even doen. Nee, ik denk dat deze gewoon voor eenmalig gebruik zijn als ik dit zo zie. Nou, geen idee, maar ook dit leek me wel leuk om een keertje te proberen. Dus die ja, nam ik ook mee. Ik word de laatste dagen echt wel een beetje als een zombie wakker. Dus ik dacht, hey, misschien is dit leuk om te testen. Dan waren dit alweer alle spulletjes die ik kocht bij de Action deze keer. Ik ging eigenlijk echt een aantal dingen had ik ook wel echt nodig. En ik had ook wel in mijn hoofd van, ik wil eigenlijk kijken voor wat dingetjes om voor een video te gaan testen. En toen kwam ik dus deze dingetjes tegen en ik dacht, nou, dat is wel leuk. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik zowel dit keer bij de Action heb weggehaald. Als je nieuw bent op mijn kanaal en je vindt dit soort video's leuk, kun je natuurlijk gratis abonneren. Want dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's en ja, krijg je gewoon een melding als er een nieuwe video online staat. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg!